Yes, daar zijn we dan. En vandaag wordt Exalto Studios eigenlijk een soort Berlijnse club, want we gaan luisteren naar Brass Rave Unit met Co Zandvliet. Je kan hem kennen van onder andere Jungle by Night, maar dit is dus zijn eigen project. En nou, ik ben ontzettend benieuwd wat we gaan horen. En hij is ook acteur. En nou zijn wij natuurlijk ook hele goede acteurs, maar het is toch leuk om een inkijkje te nemen in het leven en hoe hij met de jonge honden beweegt over de podia in heel Nederland en daarbuiten. Co Zandvliet. We zien jou gewoon hier achter drums staan. Wat is er gebeurd? Van trombone naar drums, vertel. Waar is het fout gegaan? eigenlijk heb ik altijd al gedrumd. Dat is een beetje vroeger begonnen. We waren thuis alle instrumenten die je maar kan bedenken. En mijn vader had zo'n klein trommeltje voor me gekocht toen ik 4 was. Daar ben ik begonnen met drummen. Die drum werd toen zo groot. En toen werd hij zo groot. En nu is het dit. Ja, dat is er wel een beetje hoe het... En toen op een gegeven moment ben ik ook trombone gaan spelen. En piano. Ja, ik doe gewoon een beetje van alles. Maar het is dus eigenlijk begonnen dan ergens met drums? Ja, eigenlijk wel in het bejaardentehuis bij mijn opa. Gingen we liedjes spelen iedere zaterdag. En eigenlijk nog eerst op afwasstel. Met de schrobber. En speel je nu nog trombone of is het helemaal ja, gewoon nee, de focus? Nee, zeker. Ik heb ook trombone gestuurd op MBO muziek. En ik dacht op een gegeven moment gewoon, dat wordt het gewoon. Ik ben ooit gaan drummen, toen begon ik trombone spelen. Mijn ouders hadden een theatergroep en die stopten ermee. Die hadden nog meer instrumenten, die kwamen bij ons thuis, waaronder een trombone. Toen dacht ik, oh vet. Ik zat dat ding in elkaar en toen ben ik gewoon een beetje gaan spelen. Het is niet het meest makkelijke instrument om op de set te houden. Nee, en het bleek dus ook dat ik het helemaal verkeerd in elkaar had gezet. Want ik speel dus linkshandig trombone nog steeds. Omdat ik het gewoon toen had dacht, oh zo moet hij in elkaar. Ja. En toen ben ik gewoon zo gaan spelen. En toen kwam ik op les. Toen zei die gast van, wat doe je? Hij zit helemaal verkeerd. Toen heb ik dat nog geprobeerd, maar dat ging al niet meer. Dat was al een gepasseerd seizoen. Dus als jij speelt, speel je eigenlijk in een vorm die eigenlijk niet kan. Ik weet niet, het hoort niet. Ja, mensen, zelfs linkshandige mensen schijnen rechts te spelen. Dus ik weet ook niet waar dat fout is gegaan. Maar toen waren een paar vrienden die zeiden, ja, we gaan een band beginnen. Leuk als je trombone kon spelen. En toen dacht ik, is goed. Well, let's go. En toen zijn we gaan jammen en dat werd Jungle Night. Ik heb MBO muziek gedaan. Ja, hoe is dat dan bevallen voor jou? Nou, voor mij was dat perfect. Want de MBO is best wel praktijkgericht. Ja, precies. Ja, en alles wat ik op school leerde, vakken als ondernemen, whatever. En dat kon ik meteen toepassen. Want ik hou ook heel erg van alles wat niet muziek betreft. Zeg maar het concert, nadenken over het licht, over kleding, blablabla. Al dat soort dingen ga ik zelf ook heel erg van aan. Is dat dan een soort verdeling die automatisch ontstaan in de band? Ik denk het wel een beetje. Dat je daarmee focust en de andere... Ja. Want jij regisseert voor mij ook. Je hebt een clip geregisseerd. Ik heb ook een clip, dus ik hou me altijd heel erg bezig met de video's en de beeldtaal. Dat vind ik... Ga ik heel hard op. Kan je de rest erin meenemen? Want ja, zeker wel. Voor muzikanten denk ik altijd, dat is... Nee, dat lukt wel. Soms moet ik even flink duwen. Maar ik vind dat gewoon heel leuk. Ik heb heel veel vrienden die films en videoclips en filmmakers zijn of acteurs. Ja. Dus ik vind het heel leuk om die werelden ook te kunnen combineren. Waar komt die interesse vandaan? Want het is ook, ik bedoel, je drumt, trombone, Jungle by Night, Brass Rave Unit. Je acteert, zeg maar. Het is een soort van, hoeveel talent past er in een mens? Ik heb weinig mensen die zoveel doen. Ja, maar het is ergens anders. De keerzijde is ook wel dat ik ook weet van ik ben nooit een soort van de beste in dit of dat. Het voelt wel altijd alsof ik een soort van ik doe dat en zo. Maar ja, ik ben gewoon denk ik te onrustig om echt me helemaal tot één ding te klampen en zeggen ik ga daar helemaal, dit wordt mijn ding. Dus ik hou gewoon heel veel plezier uit verschillende dingen en daarin probeer ik dan
Ik kies altijd voor de fun way of zo. Ja. Ja, want is dat dan ook zo ontstaan met Brass Rave Unit? Is dat ook vanuit, dat speel je trouwens samen met Beaufloor en Dirk Zonderik, ja. Je broer. Mijn broer. Is dat ook vanuit diezelfde urgentie ontstaan van, hey, wil gewoon vette shit doen en we gaan dit nu gewoon starten? Ja, nou, we hebben dat nu 10 jaar geleden of zo zijn we begonnen echt akoestisch, letterlijk met die drum waar ik eerder over vertelde. Ja. We gingen gewoon akoestisch hits, we speelden allemaal oude rave hits. En dat deden we heel veel feesten en partijen en dingen. En op een gegeven moment kwamen we, denk ik, een paar jaar geleden een beetje achter van, we zijn daar een beetje klaar mee. We willen gewoon echt aan ons eigen ding. Want het werd te veel een gimmick? Of? Ja, op een gegeven moment heb je gewoon al die nummers 100 keer gedaan. En dan sta je weer op zo'n feest. Het was gewoon super chill. Het was soms ook gewoon even, zeg maar, letterlijk zo geld verdienen. Ja, ja, ja. Want we deden heel veel bedrijfsdingen ook wel en zo. Maar dat maakte het ook super chill. Want dan konden we daar, hadden we dat geld. En dan konden we weer, had je weer een beetje aanruimte om iets anders te doen, zeg maar. Maar op een gegeven moment waren we daar een beetje klaar mee. En dachten, oké, fuck, we willen gewoon veel liever echt ons eigen ding helemaal gaan doen. En hoe gaat het dan in zijn werk? Want het is natuurlijk heel wat anders dat je cover doet. Of... Ja, nou, dat heeft echt wel even geduurd. Zeker die vertaalslag nu naar al die hele hoop elektronica die we nu mee hebben. Dat had wel echt even zo 2 jaar, denk ik, nodig. En daarbij kende iedereen ons eigenlijk van de rave hits. Ja. En dachten, oké... Nu kom je eigenlijk met eigen werk. Ja, we moeten dat even... Ja, dus daar hadden we dachten van, oké, dat wordt best even een... taaie wedstrijd. Dat heeft even echt voor mijn gevoel 1,5 jaar, 2 jaar geduurd voordat we ook dachten, oké, nu hebben we een beetje de techniek ook op orde en vooral de combinatie met akoestische instrumenten met elektronica, dat is echt best wel uitdagend en daar zijn we nog steeds. Maar we hebben dat is ook een soort van bodemloze put die we nu hebben geopend waarvan we denken, oh fuck, vet, dit kan. Dus dat is ook sky is the limit opeens. En wat heb je nou op die snare? Want ik snap het niet helemaal. Er zit een soort heel ding opgebouwd. Barkruk op. Waarom is dit dan? Oh, weet je wat? Het is zo'n handsnare. Het is een soort zo'n akoestisch. Ik had deze bij de kringloop voor €20 gekocht. Ik dacht, wow, sick ding. En toen, maar ik kwam erachter, het is een handsnare. Maar toen merkte ik dat met een stok erop eigenlijk ook wel heel leuk was. Hey, en zoals nu, want met deze band speel je ook gewoon weer serieuze festivals. Deze zomer ook weer Wildenburg. Komt er natuurlijk aan. Hoe houd je stand als zo'n soort act tussen allemaal elektronisch geweld van DJ's? Hoe ziet dat er gewoon live uit? Hey, ik heb jullie live gezien, dus ik denk dat het gewoon helemaal losgaat. Ja. Maar werkt denk ik heel goed, omdat het ook echt even wat anders is. En mensen dit helemaal niet verwachten, maar dat geluid wel heel elektronisch is. Dus... Ja. Mensen lopen misschien ergens op afstand en denken, oh, er staat gewoon een DJ. En dan komen ze aan en denken ze, what the fuck, dit is allemaal live en dit gebeurt echt. En we proberen ook heel erg met onze show na te denken over hoe we alles zo visueel mogelijk kunnen laten zien wat we doen of zo. Want heel vaak hebben mensen ook toch nog het idee dat er gewoon een tape mee loopt en dat je het gewoon denkt, hey, we doen het leuk. Dit is het beste antwoord op AI eigenlijk, hè? Want misschien... als je jullie ziet spelen, is dat toch die extra kick. En dat we gewoon ook, dat we echt met in een soort BPM met het publiek in een soort cadans kunnen komen. Hoe zit het dan, hoe houd je dit dan fris? Want je zegt wel van, ja, we praten wel veel met elkaar. Het is ook als je lang met elkaar rolt en je gaat veel met elkaar om en je maakt veel mee, er wordt veel van je gevraagd, van jullie ook gevraagd. Hoe houd je dit dan fris? Ik bedoel, een voetbalteam heeft een coach mee en een soort, wie doet dat bij jullie dan? Dit is hem, de fluit? De fluit. Even tot de orde. Wat was de vraag ook weer? Nou, eigenlijk, hoe houd je het fris? Ja, hoe heet het fris? Ik denk dat het gewoon... We hebben gewoon een soort speeltuin voor gecreëerd met de spullen en de dingen. Die is gewoon, wat ik eerder zei, die is gewoon endless voor mijn gevoel. Ja. Dus daarin zijn... En dan ontdekken we gewoon de hele tijd weer
nieuwe dingen van, oh sick, dit kan. Oh, en dat is ook met Jungman Heights zo, dat we hebben al... Ons, mensen proberen al een stempel op ons te plakken, maar dat lukt gewoon. Het is wel een goed georganiseerde speeltuin. Ja, zeker. Ja, ja. Nee, en daar zijn we ook wel altijd mee bezig. En, maar het is niet... ja, ik weet niet, dat gaat best wel natuurlijk, dat fris houden of zo. Het blijft gewoon de hele tijd... Is er weer een nieuwe impuls dat we denken... Oh, nu is het leuk om met zangers, zangeressen dingen te maken. En nu is het weer vet om dit of... Ja. Het voelt ook alsof jullie nog de komende 10 jaar plannen genoeg hebben, of niet? Ja, dat... Het is niet zo van, nou, nee, het is dus... nu uitgeput, het is uitgemolken. Nee, zeker. Zo voelt het niet als ik jou zo hoor praat. Nee, klopt. Hey, enorm veel dank dat je hier was. En dat je dank voor een stukje leren. Overbrengen van de energie. Ja, leuk. Leuk om hier te zijn. Thanks. Hé, hey, dit fluitje is ook wel legendarisch, man. Ja, maar ik hem nog even, zal ik hem nog één keer even afsluiten? Geef even die wissel dan.